Beschik jij in de toekomst over een computer gemaakt van DNA? De techniek achter computers groeit onvoorstelbaar snel. Hoe snel? Nou, als we bijvoorbeeld kijken naar de maanmissie in 1969, dan heeft jouw telefoon een miljoen keer meer rekenkracht dan de computer aan boord van de Apollo 11. De computers van vandaag zijn kleiner, sneller en veel goedkoper dan hun voorgangers. Maar hoe ziet dan de computer van de toekomst eruit? Er zijn een aantal zeer verrassende ontwikkelingen gaande, dus laten we er een paar bekijken. Ten eerste, er wordt gewerkt aan computers gebaseerd op DNA. Zo'n computer is radicaal anders en vele malen sneller dan een reguliere computer die werkt met bits, dus met nullen en enen. Nou, de DNA-computer werkt met data die hij vindt in de moleculen van DNA-strengen. Hij gebruikt de strengen om gegevens in op te slaan en te berekenen. En dat allemaal razendsnel. Zie het zo voor je. Stel je bent op zoek naar een huis in een woonwijk. Je rijdt door de woonwijk en op een kruispunt weet je niet of je naar links of naar rechts moet. Een traditionele computer zal eerst één kant op gaan en als het huis dan daar niet wordt gevonden, dan slaat hij een andere weg in. Nou, een DNA-computer zou meerdere afslagen tegelijk kunnen nemen. Dat komt omdat DNA-computers vier waarden kunnen aannemen: A, C, T en G, in plaats van dus gewoon 0 en 1. Dus informatie wordt daardoor veel sneller verwerkt. Eigenlijk heeft de werking van deze computer wel wat weg van een kwantumcomputer. Alleen maakt een kwantumcomputer gebruik van het onzekerheidsprincipe, oftewel abracadabra uit de kwantumfysica. Voor een uitleg hierover, check even de link aan het einde van deze video. Het gebruik van de kwantumcomputer voor de normale gebruiker komt steeds dichterbij. Zo kunnen bepaalde onderdelen al gebruikt worden onder hogere temperaturen, in plaats van alleen in een vrieskast van min 273 graden. Een derde interessante ontwikkeling is de optische computer. Wij kennen allemaal wel glasvezelkabels. Nou, door middel van een laser worden er door de kabel miljarden databits tegelijkertijd verzonden. De optische computer maakt gebruik van dit principe in optische chips, waarbij informatie ook wordt overgedragen door middel van licht. Waar computerwetenschappers momenteel ook veel inspiratie vandaan halen, is uit ons eigen brein. Ik heb het over neuromorphic computing. De computer bevat eenheden die synaptic cores heten, die een eigen geheugen, processor en verbinding hebben, die te vergelijken zijn met neuronen. Deze eenheden kunnen parallel verwerkingen doen, in tegenstelling tot de seriële manier van verwerking van reguliere computers. Hierbij wel een kleine kanttekening, want hoe slim computers ook worden, ze kunnen niet zomaar alle eigenschappen van het menselijk brein overnemen. Misschien zelfs wel nooit, stelt professor in de kunstmatige intelligentie Frank van Harmelen. Luister maar. Als je me dan toch verleidt om een voorspelling te doen, dan zou ik denken dat we steeds meer gaan onderkennen dat menselijke intelligentie anders is dan machine-intelligentie. En dat die twee elkaar heel goed kunnen aanvullen. Dus, we hoeven niet bang te zijn dat computers de mensen in de toekomst volledig gaan vervangen. Ook al lijkt het misschien niet altijd zo, de mens is slimmer dan je denkt.